Als je hem goed had gehad, had je 50 euro verdiend. Ja, dat is wel balen. Doei. Doei. Kut. Harm en Kees. Elke week maken wij een video over iets wat ons is opgevallen. En vorige week hebben we de slimste mens op de radio gespeeld. En dat gaan we nu ook doen met nietsvermoedende mensen op straat. En als ze het antwoord goed hebben, dan winnen ze gewoon dikke harde knaken. En deze beker. En Tank Sector Instituut Transport en Logistiek, want door hun kunnen we deze video maken. Wie was de eerste president van Amerika? Ik heb geen idee, wat erg. Als er op een nummerbord staat, ja. IS, uit welk land komt dan die auto? Als je het goed hebt, krijg je deze voorbij. Oké, mag ik hier dan over nadenken? Ja shit, het is zo stom, dan worden mensen gefilmd, denk je, waarom weet je dit niet? Ja. En ik judge die mensen altijd heel erg. Ik zou denken Israël. Nee, dat is niet goed. Het was IJsland. En het erg is, je loopt nu 50 euro mis. Ah shit man. Ah, dat is balen. Dat is balen. Wie was de allereerste president van Amerika? Oh god. Nou, Abraham Lincoln. Nee, je zat wel dichtbij, helaas. Nee, het was Washington. Oh, die wilde ik eerst zeggen. Oh. Ja. Als je hem goed had gehad, had je 50 euro verdiend. Ja, dat is wel balen. Doei. Kut. Wat meet je eigenlijk met de schaal van Scoville? Papers. Heet de papers, toch? Dat is helemaal goed. En dat betekent dat jij de slimste mens bent en 50 euro hebt gewonnen. Dat meen je niet. Ja, echt waar. Is dit een geintje? Nee, dit is echt. Echt waar? Ja, dit is echt. Oh, sick. Nou, dankjewel, Slim. Sick. Uit welk land komt Avicii? Zweden. Zweden? Denk ik. Dat is helemaal goed. Ja, ja hoor. En daarom, kijk eens wie je van me krijgt. Hier, 50 euro. Oh, oké. Okay. Ja, hier, pak maar aan. Alsjeblieft. En dat is niet het enige. Kijk eens wat we ook voor je hebben. Hartstikke idee. Grote beker. Ik hou je ijsje wel even vast. Okay. Kun jij die beker gaan vasthouden? Ik ben de slimste mens. Oh, dat is waar. Hoe heet onze minister van Justitie? Stef Blok. Hoe niet? Oh nee, dat is een andere. Nee, dat is het niet. Ah, damn. Weet je wat je nu misloopt? Ja. 50 euro. Echt waar? Ja. Damn, politiek zuigt ook gewoon. Wat is een BBL-opleiding? Werken en leren. Weet je zeker? Werk- en leeropleiding. Ja? Ja. Dat is helemaal goed, gefeliciteerd, ik heb 50 euro. En dat is niet het enige, hond, ik neem beker erbij. Oh, nou. Geniet ervan. Die staat daar zo. Ben je een beetje pinter? Pinter? Ja. Nee. Weet je veel dingetjes? Ja, dat wel. Oké. Okay. Ja. Wat is het belangrijkste bestanddeel van een mojito? Welke alcoholische drank zit daarin? Is dat niet gewoon mojito zelf? Bacardi. Nee, dat is niet goed. Rum. Rum is helemaal goed. En dat betekent dat je 50 euro hebt gewonnen. Echt waar? Kijk eens. Hou vast. Noem drie hits van Rihanna op. Umbrella. I Found Love. I found love. We found love. Oh, we found, okay. 4-5 seconds. 4-5 seconds. 4-5 seconds. Jongens, dat is helemaal goed. 50 euro. Come on. Voor jullie. Ah, super, dankjewel. Is het geen grapje? Nee, het is geen grapje. Oh, super. Hey, top. Wat is een durian? Een wat? Durian? Klinkt als een knuffel. Ja, dat is een exotische vrucht. Dat is helemaal goed. Yes. Dat betekent dat jij de slimste mens bent en 50 euro hebt gewonnen. Wat? Echt? Wat chill. Ja, dat is helemaal top. Wil je nog iemand bedanken? Ja, Pim Vertongen dat hij het niet wist. Hey, hoeveel maag heeft een koe? Oh wacht, voordat je het antwoord geeft, als je het goed hebt, 50 euro. 50 euro. Jezus Christus, weet ik echt. Hoeveel magen heeft een koe? 50 euro. 4. 4. Nou, dat is helemaal goed. Ja? Dat is oprecht. Hier, kijk. Ja? 50 euro voor jou. Dankjewel. Ja, het is niet het enige wat je krijgt. Kijk eens, hotje kree. Nou, super. Wil je nog iemand bedanken? Nou ja, mijn ouders, mijn familie, mijn vrienden. Die hebben me allemaal gesteund in dit leven en die hebben mij deze kennis overgedragen. Wie is de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal? Robin van Persie. Dat is helemaal goed. En dat betekent dat jij de slimste mens bent en 50 euro hebt gewonnen. Ben je dat serieus? Ja, dat is echt waar. En kijk eens. Wat? Meen het serieus? Dit is echt. Nou, dankjewel man. Waar heb je al je kennis vandaan? Toch een beetje van het internet denk ik dan, hè. Zou je dan nog Google willen bedanken? Google, hartstikke bedankt. Goed, tot zover deze video. Hopelijk vond je het leuk. Vergeet niet te liken en wil je meer van dit soort video's zien, abonneer dan even op dit kanaal. En wil je meer weten over een leerwerktraject in de transport en logistiek? Check dan vooral de link hieronder.